Ik ben vandaag op de fiets gestapt en het is lente en dat wilde ik vieren door een aantal ecaducten te gaan bekijken. En welkom ook voor alle mensen uit Suriname en Antillen die kijken. Ik denk dat dit interessant is, want zoveel ecaducten zullen er niet zijn. Ik ben nu 15 kilometer ten noorden van Utrecht en in een vrij landelijke omgeving, zoals je kan zien. Ik kijk hier richting het zuiden. En dit zo. Het is het begin van Soest. Dus we zitten aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park. En ecaducten wil ik naar kijken. En ecaducten ken je misschien als vrij grote constructies. Maar we zitten hier op een kleine provinciale weg. Een 30 kilometer weg. Je ziet een asfaltweg. En die asfaltweg... Ja, er wordt op zich rustig gereden, zoals je ziet. Landelijk, dus het is helemaal niet druk. Maar toch is het nodig om ecoducten te maken. En waarvoor is dat nodig? Nou, er wonen hier natuurlijk ook allerlei kleine zoogdieren en reptielen, amfibieën, kikkers, salamanders, hagedisjes. En die moeten die weg over. En kennelijk is dit een druk bewandelde weg voor al die dieren. Dus hebben ze hier een ecoduct gemaakt. Kijken of ik dat er goed op krijg. Je ziet hier die hobbel in de weg. En bovenop die hobbel liggen wat rare betonnen open platen. Als we nou hier kijken, dan kunnen we, als het goed is, kijk, kunnen we de overkant zien. Dus er gaat een tunnel, gaat hier dwars onder de weg door. Auto's rijden er overheen. We gaan het nu zien gebeuren. En we kunnen dus een ecoduct voor kleine dieren. En hier komt hij dan uit. Kleine dieren die hier kunnen oversteken. Er zijn wat kleine sporen. Ik weet niet of dat te zien is. Er zijn wat sporen, dus er wordt echt gebruikt. Goed, vanuit Soest gaan we een stukje verder. Dan we kijken naar een ander ecoduct. En zo gaan we er een paar doen vandaag om de lente te vieren. Tot zo! Ja, je hoort het al. We zijn hier langs een drukke weg. En hier zie je de tunnel. Gigantisch ecoduct. Ecoduct Boelestaal. Hele drukke weg. Veel vrachtverkeer. En dit verbindt dus het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug met... Ja, de rest van Utrechtse Heuvelrug. Een ecoduct wat vooral voor groot wild is. Dus reeën, herten. En waarom zijn die ecoducten nou? Dat ga ik je boven vertellen, want daar hebben we denk ik iets beter uitzicht. Het is niet de bedoeling dat we hier gaan wandelen. Maar wat je hier dus ziet... Een pas gebouwd ecoduct. Een beetje moeilijk voor te stellen voor mensen uit Suriname. Maar we zitten dan wel in het Nationaal Park. Maar zoals je ziet wonen de mensen in het Nationaal Park. En wordt er gerecreëerd in het Nationaal Park. En veel wegverkeer. Een populatie die ooit heel groot was, is er opgeknipt in steeds kleinere deelpopulaties. En die hebben dan steeds een, als die populaties steeds kleiner worden, dan is kans op uitsterven veel groter. Kans op inteelt wordt ook steeds groter. En dus is de Nederlandse overheid ook bij wet verplicht, wegens Natura 2000 wetgeving,
is de Nederlandse overheid verplicht om wildgebieden met elkaar te verbinden via dit soort ecoducten, wildpassages, dat soort zaken. Ja, mijn haar gaat er niet beter van zitten, maar dit is wel de grootste, het grootste barrière natuurlijk. We staan hier op de A28, overgang. En als je goed kijkt, enorme snelweg. Twee keer drie baans. En je kan natuurlijk nog zoveel ecoducten neerzetten, maar als dieren hier tegenaan lopen, dan dit is echt een massagraf. Maar die ecoducten wat je daar ziet, we kunnen niet dichterbij komen dan waar we nu staan. Ja, die helpt natuurlijk enorm om te zorgen dat grote fauna over kan steken en dat dit een minder grote barrière is. Hoi. Je ziet ook hekken. Als het goed is, je ziet hekken. En die hekken die zorgen dus dat ze niet over kunnen steken, maar dat ze, dan worden ze naar dat viaduct geleid. Om dus te zorgen dat er minder slachtoffers vallen. En niet alleen voor dieren, maar ook mensen natuurlijk. Als een edelhert hier over zou willen steken, ja, dan blijft er van een auto ook weinig heel. Wildpassages die worden ook steeds meer gebruikt door wolven. Dat is natuurlijk super spannend voor biologen. Wolven worden gesignaleerd in Nederland. Wolven mannetjes vooral, neemt men aan. Want die verlaten vaak het roedel. En die roedels die zitten, dichtstbijzijnde roedels zitten allemaal in Duitsland. Dus die wolven mannetjes die lopen om hun eigen territorium te gaan krijgen, maken. En die komen nou ook in Nederland terecht. En ze zijn bijna endemisch. Er moet alleen een mannetje en een vrouwtje elkaar tegenkomen. Maar die wolven die zijn zeer mensenschuwend. Het is ook helemaal niet gevaarlijk dat de wolven nu in Nederland zijn. Wel sommige mensen dat denken. Sprookjes hebben natuurlijk, die hebben ons goed bang gemaakt. Maar we gaan regelmatig op vakantie op plekken waar gewoon wolven zijn. Ja, eigenlijk overal behalve Nederland en België zijn wolven endemisch. Dus ga je naar Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland op vakantie. Of in de Alpen, dan heb je kans om wolven tegen te komen. Ik ben wel een mazzelaar, want ze zijn zeer schuw. Oké, we gaan een volgende wildpassage opzoeken. We staan aan de rand van de Trekkerheide. En ook hier weer een wildwissel, ecoduct Trekkerwissel. Dit verbindt niet twee nationaal parken, maar hier aan de overkant van de weg is een militair oefenterrein, Leusderheide. We zitten dan tussen Soest en Leusden in. En dat is een gigantisch militair oefenterrein. Je ziet dat ecoduct hier. En, toch al een jaar of vijf geleden schat ik zo aangelegd. Je ziet dat het goed begint te begroeien. Tegenstelling tot een van die eerdere ecoducten die ik liet zien, die nog relatief kaal zijn, maar deze is al goed begroeid. En dat is het hele idee, dat het wild er ongemerkt overheen kan, zonder dat ze doorhebben dat het een kunstmatige constructie is. We staan hier bij de Uithof. Ik kan misschien wel zien. Hier zo. En hier bij de Uithof, daar loopt ook weer dezelfde snelweg die we eerder ook gezien hebben. Die loopt hier zo overheen. Op dit punt is die 2x5 baans en sluit de stad volledig af van de rest van de omgeving. Maar er is dus een faunapassage ook weer. Ecoduct. En deze staat er al echt heel lang. En we zien hier bruine kikker, pad, groene kikker, allerlei muizen, hermelijnen, wezel en egel kunnen er gebruik van maken. Laten we eens kijken of we zo'n wildwissel of faunapassage, of we die kunnen zien. Dus we lopen een stukje verder en fietsen even mee. We zijn weer in de stad natuurlijk. We zien hier
zien hier zo'n wildwissel. En het is echt groot. Het is echt diep. En we kunnen het eind kunnen niet zien. Nee, het is één grote donkerte. Ik zit hier een dwarsbalk voor. En die dwarsbalk die zorgt dat grote dieren, honden of zo ook, denk ik, er niet door kunnen. Je ziet hier die bomen die, die leiden. Die kleine dieren, kleine zoogdieren onder de snelweg door die hierboven loopt. Nou, we hebben dus veel ecopassages gezien in de omgeving van Utrecht. En dat doet de overheid dus allemaal om te zorgen dat de biodiversiteit niet achteruit gaat. Dat doet de overheid om te zorgen dat de inteelt hoog blijft, de variëteit, dus genetische variëteit van de populaties, dat die gezond blijven. Het is veel werk, want Nederland is dichtbevolkt. En dat dichtbevolkte land, dat zorgt er dus voor dat we veel deelpopulaties hebben. Omdat het habitat van allerlei dieren doorkruist wordt door voor hun onoverkomelijke barrières. Dus op deze manier kunnen we het een beetje vermijden of weer goed maken. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje dweilen met de kraan open. Want nieuwe wegen worden steeds vaker nog weer aangelegd. Dus het blijft een gevecht tegen de ontwikkeling. Oké, nou, ecoducten, deelpopulaties, habitat zijn van allerlei ecologische termen aan bod gekomen. Ik wens je nog heel veel succes met biologie.